stukje rebellie en revolutie is heel erg belangrijk in deze voorstelling. En eigenlijk willen we, als we jong zijn, willen we uit het systeem knallen. Dus ook, vandaar ook dat deze boeken, als die op het toneel staan, dan zal er op een gegeven moment ook echt het moment komen dat die... Wow. Challenge because you need to put also a character in it. It's not only dance. You mm-hmm. have to be like actor and like dance and be also yourself. Mm-hmm. So it's a combination of everything. Yeah, we have created all together, mm-hmm. and then it's like you know, we cook together. A group performance. Giving and taking. Giving and receiving. De boog staat eigenlijk voor het vertellen van een verhaal. Het is symbool voor het verhaal, waarin drie etappes van mij heel erg belangrijk zijn, net zoals in de dans. Je richt op je doel, je laat hem vliegen en hij komt aan op het doel. En ik denk ook echt dat het voor mijzelf een persoonlijke revolutie is. Eigenlijk alles wat ik in de afgelopen 8-10 jaar heb uitgeprobeerd, heb ontwikkeld, waar ik mee op mijn bek ben gegaan, dat komt nu echt volwassen tot zijn recht zonder dat het zijn speelsheid verliest. Dus het is, daar ben ik heel blij mee. Eigenlijk alles komt samen.